Hi tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 28. En dat is van maandag 11 juli tot en met zondag 17 juli. Er staan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week voor jou een week is, tweeling, waarin je een groei gaat meemaken. Je voelt je prettig, je voelt je heel fijn, je voelt je heel warm en liefdevol. En de vrouwelijke kant, dus echt de zachte kant, hè, lijkt deze week dan ook echt heel erg belangrijk voor jou te zijn. En dat staat vooral voor het stukje liefde, geven, zorgen, maar ook voor overwinning. En dan wel op de manier dat je echt je gevoel laat spreken. Het maakt dus niet uit of dat je een man of een vrouw bent. Het is vooral die gevoelskant, die lijkt deze week ontzettend belangrijk te zijn. En ik heb ook echt het idee dat het je ergens gaat brengen. Het is een stukje waar je hard voor gewerkt hebt. En deze week lijkt je gewoon wat puntjes op de i te zetten die heel erg prettig voor je gaan voelen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoop natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.